Het project van de staat voor Nationaal Museumbeleid moet gekoesterd worden. Dit stelt minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij sprak vandaag tijdens een stakeholdersconsultatie voor museale instellingen. De bewindsman stelt dat er genoeg musea zijn die een moeilijk bestaan leiden en dit tot het verleden moet gaan behoren. En we moeten natuurlijk dat in beleid gaan revivalen. De directeur gaat ook wat van zeggen straks. Belangrijk is dat we dit grote project moeten koesteren. En dat betekent iedereen die daarbij betrokken kan zijn en moet zijn, zal erbij moeten zijn om het dossier klaar te maken. We hebben wat elementen gehad, de voorbereiding met Nederland, omdat daar artefacten van ons liggen te wachten om terug te brengen. We hebben financieringen besproken nu met de PURP 2. Daar zijn ook ruimte voor de financiering. Nederland heeft toegezegd, dat komt uit het verslag straks, om heel intensief intern met opleiding, training, etc. te helpen. En dan, derde component, het is een Surinaamse zaak. En onze stakeholders die nu bezig zijn, horen maximaal optimaal betrokken te zijn bij dit proces. Ory merkt op dat het museumwezen een blikvanger moet worden om de Surinaamse toerismesector verder te ontwikkelen. Roseline Daan, voorzitter van de Nationale Museumcommissie Suriname, legde uit hoe het Nationaal Museumcommissie te werk zal gaan. Waarom een Nationaal Museum? Nou, we gaan gezamenlijk daarover praten. De ontwikkeling van een museumbeleid, musea en collecties en hoe we samen aan de slag kunnen gaan. Hier zijn enkele taken van de Nationale Museumcommissie Suriname opgezond. Een van de belangrijkste is als eerst opgenomen het formuleren van beleid. Wanneer we willen komen tot ordening van ons museumwezen, wanneer we willen komen tot versterking van ons museumwezen, wanneer we willen hebben groei van ons museumwezen, moet er eerst beleid ontwikkeld worden. Daan geeft verder aan dat er geen natte vingerwerk verricht mag worden bij het ontwikkelen van beleid om het museumwezen te ontwikkelen. Ze stelt dat er complete ordening moet komen omdat het Suriname ontbreekt aan een nationaal museumbeleid.